Ja. Deze had ik al een paar dagen aanstaan. Deze heb ik ook een paar dagen gedaan. Deze ook. Die ook, enigszins. En nu, vandaag, kocht ik deze. Eens kijken. Die is 3,5 meter lang. Die sjaal. Als ik om mijn nek heb, dan hangen die ballen, deze ballen, bollen, billen, hangen op de grond. Die moet je omslaan. Die is heel lang en heel breed en warm. 1 euro. Dit plaatje ook, 1 euro. Pim 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 pim. Ik weet niet meer precies wanneer ik dit stuk ontdekte. Het was rond de 20. Ik woon al in Groningen, denk ik. Ja. Ik hoorde het op de radio. En er was bij de Martini-toren was er zo'n platenzaak. Volgens mij heette die Karel Jong. Daar heb ik die plaat toen besteld. Een plaat. Een uitvoering. Mooiere uitvoering dan deze. Dit is een briljant. Tweedehands. We waren vroeger bij Kruidvat. De ken die muziek van tegenwoordig toch helemaal niet tegenop. Maar goed, dit is 1860 gemaakt. En de tweede sextet is uit 65, 1865. Nou, zet er eens 100 jaar bij. Dan zit je bij Niels Sedaka. Die ik vanochtend draaide. Maar ook een paar heel mooie nummers. Maar dit is zo anders. Dit is zo anders. Maar tel dan nog eens een keertje 50 jaar bij. Dan zit je 2015. Kijk, dat is muziek. Dat je die fucking hip-hop, rap en weet ik wat voor rotzooi van tegenwoordig. Ik heb dat nou nooit van zo'n leven aan tippen. Nooit. 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 Dat maar weet. Dit is zo vol met details en speels en contrapunten en weet ik wat allemaal. En je moet hem zelf maar eens beluisteren. Maar dat gaat maar door. Je weet, er zit zoveel variatie in een. Oké,
Hij wordt ook door de Tweede Weense School, Alban Berg, Schoenberg natuurlijk, en Anton Webern, toch een beetje als een inspirator gezien. Met name Anton Webern noemt hem echt als een inspirator voor de Tweede Weense School. En het komt niet uit de lucht vallen. Hij komt echt niet uit de lucht vallen. Maar ik vind hem heel mooi. En woensdag heb ik misschien wel weer genoeg centjes. En hebben ze nog wat van die plaatjes liggen? Ga kijken. Ik lees me even een beetje in. Wat wil ik nou eigenlijk hebben van hem? Nou, German Requiem had hij zelf liever Human Requiem. Hij was weliswaar Luthers opgevoed. Maar agnost en totaal alles atheïst. En weet ik wat allemaal. Sodemiet erop. Een man naar mijn hart. Een man naar mijn hart. Maar wie was dat met die hele lange baard die 90 geworden is? Ik dacht dat hij dat was, maar dat is niet. Hij is maar 64 geworden. En ik ben bijna 62. Waarom mag ik 62 zijn? Schumann! Wist ik helemaal niet dat hij zo depressief was dat hij een paar keer zelfmoord geprobeerd heeft. En uiteindelijk toch ook daadwerkelijk geslaagd. Hij is toch wel... Ja. Genie, hoe noem je het? Creatief genie zijn. Dat is best wel een zware opgave. Dat merk ik aan de lopende band. Niet dat ik mezelf een creatief... Nou, ik ben wel creatief. Genie. Nou, ik ben niet echt dom. Maar niet dat ik mij een creatief genie noem. Niet gekwelde geest. Hoewel. Ook wel. Nou ja, in ieder geval... en ook wel suicidaal. Dus nou ja, goed wat dat betreft. Ja, het zit allemaal in hetzelfde schuitje. Want je wilt eigenlijk niet bestaan. Je hebt helemaal geen zin om te bestaan. Je bent hier op deze planeet. En niemand past bij jou. Dus wat moet je hier eigenlijk? Een mens is een sociaal dier. Maar op jouw niveau is er niemand. Het is zo mooi. Zo oneindig mooi. Het zit zo diep in mijn hart, deze muziek. Ik draaide hem en ik kwam van voor de dag ermee in Hurium. Beetje vals. Ja, dat zit een beetje in mij. Ik ben ook een beetje vals kring. Net als je in één ritme zit, gaat hij weer een andere ritme. Dan gaat hij weer een andere ritme. Nou, ik zet hem wel eens een keertje. Ik vind dit wel een van de mooiste delen. 15 minuten bijna. Ik zet hem wel eens een keer onder een of andere Doom of een andere Quake of weet ik veel wat. Ergens in ook als muziek. Pim. Een blad dwarrelt. Dit is nog eens een liefdesgedicht. Hij was stapelgek op een Agatha. Maar hij werd zo miskend door het publiek dat hij de verloving niet durfde aanvaarden. Zij verdween. Maar het was hem niet vanwege haar. Het was vanwege om haar te beschermen tegen de hoon en de blamages van de teleurstelling en de tegenvallers. Hij was een perfectionist. Ik ken er nog een. Maar goed, weet je, ik ga het niet allemaal naar mezelf trekken. Ik geniet van deze muziek. En daar gaat het ook om. Deze muziek. 160 jaar oud bijna. En nog steeds schitterend. Zal altijd schitterend blijven. Ja. Ben ik van overtuigd. 162 jaar oud is die muziek al hoor. Kijk uit, gek. Ik lieg. 163 wordt die dit jaar. Dit eerste strijk. Opus 18. Volgens mij was het in D of G. Ik weet het niet.
Ja, dat weet ik ook niet. Dat zegt me helemaal niks. Nee. Maar ik vind geen fijn orkestje. Een B-plat. Een platte B. En met een platte band is dit geschreven. Hij had die platte band. B-flat, zegt hij. Nou, dit is trouwens ook wel een... ik vind dit wel een A-flat, hoor. Dit is echt wel een A-flat. Mijn huisje in Amsterdam is echt een B-flat. Hoewel, qua ligging is het een A++. Hoho, ja, echt wel. Nou ja, goed. Ik ga er vandoor, want anders wordt het gezeur. En dat moeten we niet hebben, want daar word ik stapelberoerd van. Er wordt al veel te veel geouwehoerd op het web. Doei! Oh. Pipi! Pilipipa! Geniet. Niet met mate, geniet.